Hallo lieve waterman, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 14, 3 tot en met 9 april. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve waterman, laten we eens gaan kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. Jouw hoofdthema voor deze week. Oké. Ik heb het gevoel dat je bezig bent met antwoorden zoeken. En dat je daar niet helemaal uitkomt. En ik zie vooral dat dat je dus eigenlijk steeds bevestigingen wilt. Dus vraag om bevestiging aan het universum. Vraag aan je overleden dierbare of engel of hoe je het ook wilt noemen. Om een bevestiging. En dan zal je merken dat je een bevestiging krijgt. We gaan even verder kijken, lieve waterman. Wat kan je verder deze week verwachten? Wat kan de waterman deze week verwachten? Je bent toch nog wel bezig met in het verleden. Verleden dingen op te lossen. Ik zie vooral dat je bezig bent met je grenzen weer opnieuw aan te geven. Dat het emotioneel best wel zwaar kan zijn. Daarnaast zie ik vooral dat je bezig bent om te kijken van oké, ik wil deze drama niet meer. Ik wil graag vooruit. Dus je wilt dingen los gaan laten. Dus wees vooral dankbaar met wat je al bereikt hebt. Wees dankbaar voor waar je al staat. Daarnaast zie ik vooral dat je toch nog even geduld mag hebben voordat je echt in actie overgaat. En blijf speels. Vaak klinkt het gek, maar hoe meer je spelenderwijs bezig bent, hoe verder je komt. Er komen mooie positieve veranderingen aan. En er komen mooie oplossingen en dan ga je echt weer vooruit. Dus lieve waterman, maak je niet te druk. En laat het over je heen komen. We gaan even nog een mooie boodschap voor jou doen. Weet dat je geliefd wordt. Weet dat ze om je geven en dat ze het beste met je voor hebben. Lieve waterman, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kom gezellig naar een workshop. 12 april is er een orakelkaartencursus. 26 april is de mediumschapsworkshop. En 16 september is de opleiding voor het mediumschap. Je kan natuurlijk ook een reading doen, 1-op-1. Ook dat vind je op www.mediumdaphne.nl. Links staan hieronderin en wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.